Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hoi allemaal, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Caroline van der Beek van leefvanuitjehart.nl en ik ben een van de teachers bij de Bewustzijnsschool. Ik wil je vandaag meditatie meegeven van HeartMath. En met deze meditatie gaan we hart en brein harmoniseren. Oftewel, we gaan ze met elkaar verbinden. Voordat we aan deze meditatie gaan beginnen, wil ik je wat informatie hierover geven. Elk mens heeft ongeveer 40.000 hersencellen in zijn hart zitten. Dit zijn dezelfde cellen als je hersencellen in je hoofd. We noemen deze cellen in het hart ook wel het hartbrein of het kleine brein van het hart. En wat betekent dat? Deze cellen in het hart kunnen onafhankelijk van de hersenen leren, ze kunnen onafhankelijk denken en ze kunnen onafhankelijk herinneren. Ze communiceren ook onafhankelijk met ons, dus niet via de hersenen. En dit doen ze in een taal die we wel of niet begrijpen. We zijn geconditioneerd om de wereld te zien via ons brein. En als we geluk hebben, komt er ergens in ons volwassen leven een moment dat we weer in contact komen met ons hart. En dan hebben we toegang tot ons onbewuste, onze intuïtie. De meeste mensen van ons weten heel goed hoe ze kunnen werken via hun brein, los van het hart. Alles rationeel beredeneren. Maar we kunnen ook werken vanuit ons hart, los van het brein. Sommige mensen kunnen dat ook heel goed. En heel veel wetenschappers van de moderne tijd, bijvoorbeeld artsen, die zeggen: alles draait om het brein, vergeet het hart. En veel spiritueel leraren zeggen: werk vanuit je hart, vergeet het brein. Ik zeg, en de nieuwe wetenschap zegt, beide manieren zijn niet compleet. Alleen werken vanuit het brein is niet compleet en alleen werken vanuit het hart is niet compleet. Wanneer we het hart en het brein harmoniseren, dan krijg je een uitgebreider neuraal netwerk. En dat is precies wat ons anders maakt van alle andere vormen van leven op aarde. Dit is waar onze diepste empathie, compassie en intuïtie vandaan komt. En wanneer je in staat bent je hart en je brein te harmoniseren, levert dat ook heel veel voordelen op. We kunnen bijvoorbeeld informatie heel snel verwerken. We kunnen heel snel informatie herinneren. Dit snelle verwerken en dit snelle herinneren van informatie kunnen we doen omdat we niet via ons brein hoeven. Als we via het brein gaan, dan moeten we via de logica, via de redenering, langs de angst, langs ons ego en twijfels. Die weg duurt langer. Ons hart werkt anders en heeft direct toegang tot onze intuïtie. Ons hart heeft niet alleen toegang tot onze intuïtie, maar we hebben ook direct toegang tot ons onbewuste. En door deze toegang tot ons onbewuste kunnen we veel sneller belemmerende overtuigingen omdraaien naar helpende overtuigingen. Dit gaan we met deze podcast niet doen. Hier zal ik volgende podcast verder op ingaan. Nu wil ik je meenemen in de meditatie. Ik zal dadelijk ook een muziekje op de achtergrond starten. Ga lekker zitten. Zorg dat je beide voeten goed op de grond hebt. Dat je een rechte rug hebt. En dat je ontspannen zit. Stap 1 is om je bewustzijn van je hoofd naar je hart te verplaatsen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een hand op je hart te leggen. Of
een vinger aan te raken, twee handen op je hart te leggen. Doe dit gewoon even rustig en ga langzaam inademen. Adem ook wat dieper in en ga langzaam uitademen. En zorg dat je ontspannen blijft ademen. Dat je ademt via je buik. En dat je je adem ook niet vasthoudt. Dus als je rustig inademt, probeer eens of je dat 5 tellen kan doen. En dan ook weer 5 tellen kan uitademen. En terwijl je zo rustig in- en uitademt, houd je je hand op je hart en mag je je ogen sluiten, zodat je je aandacht ook echt naar binnen richt. En wat je nu eigenlijk zegt tegen je lichaam, is dat het zich mag ontspannen. Dat het veilig is. En adem rustig door. En als je nu merkt dat 5 tellen in en 5 tellen uitademen wat te lang voor je duurt, waardoor je je borstkast echt helemaal moet vullen en er toch weer spanning ontstaat, maak er dan 4 tellen in en uitademen van. Het is belangrijk dat het een ontspannen ademhaling is. Deze ademhaling verandert je hartslag. En jouw hart stuurt dan het signaal naar jouw hersenen dat jouw lijf zich kan ontspannen. En blijf bij deze ademhaling. Het zorgt er ook voor, door deze ontspanning, dat je lichaam in staat is om de stress die het gedurende de dag heeft opgeslagen, los kan laten. De hormonen die horen bij stress, cortisol, adrenaline en de gevoelens van stress, alles kan je nu langzaam gaan los aanlaten. Gewoon door deze simpele ademhaling en aandacht op je hart. Je lichaam krijgt nu de kans om te herstellen. Ook ons krachtige immuunsysteem wordt actief. En het verjongingshormoon, DHEA, wordt actief. En terwijl je zo rustig doorademt, met aandacht op je hart, mag je je nu gaan voorstellen dat je adem naar binnen komt door je hart en je buik vult. En dat je ademhaling ook weer naar buiten gaat door je hart. En gebruik je fantasie als dat nodig is. En dan gaan we naar de volgende stap. En dan mag je een gevoel oproepen, een gevoel van dankbaarheid. Waar was jij het laatst dankbaar voor? En kijk of je dat gevoel in je hele lijf kan voelen. Dan gaan we nog een gevoel oproepen. Een gevoel van waardering. Wie waardeer je in je leven? Waar waardeer je jezelf voor?
En terwijl je dit gevoel oproept, adem je rustig door en blijft je hand op je hart. En blijf je ook voorstellen, visualiseren dat de adem binnenkomt door je hart. En weer naar buiten gaat door je hart. En als je die waardering helemaal voelt, dan gaan we nog een emotie oproepen. Het gevoel van zorgzaamheid. En vind je het lastig en abstract om deze emotie in één keer op te roepen? Kan je bijvoorbeeld denken aan je kinderen, een huisdier, een geliefde waarvoor je zorgt? En kijk ook weer of je dit gevoel helemaal in elke cel van je lijf kan voelen. En kijk eens of je deze emotie kan inademen door je hart. En dat het zich via je hart verspreidt door je lichaam. En als er nog stress zit, dan mag je dat uitademen door je hart. Blijf in die ontspannen, rustige ademhaling. En dan gaan we nog een emotie oproepen. Compassie. Compassie voor jezelf. Compassie voor de mensen die dichtbij je staan. Compassie voor collega's. Compassie voor alle mensen. Kan je dat oproepen? Ga zo ver als jij kunt. Kan je het voor je dierbaren? En is daar de grens? Is dat helemaal oké? Maar begin altijd bij jezelf. En vanuit jezelf kan je het aan de ander geven. En ondertussen blijf in de ontspanning en adem rustig in door je hart en uit door je hart. En door deze oefening te doen, verbinden we hart en brein en krijgen we toegang tot ons onbewuste, tot onze intuïtie. En we harmoniseren niet alleen hart en brein, maar ook alle processen in ons lijf. Alles optimaliseert. Je immuunsysteem versterkt, je speeksel gaat in overdrive. Je eerste barrière is dit, die ziekteverwekkers buiten houdt. Je bloeddruk daalt, je hartslag harmoniseert. In totaal zijn er nu zo'n 1300 verschillende processen in je lijf aan de gang. En het zelfherstellend vermogen van je lijf zet je aan. En dit houdt niet op als we dadelijk stoppen met de meditatie. Dit effect op je lijf kan tot ongeveer 6 uur lang aanhouden. En voel nog een keer dankbaarheid en zorgzaamheid, waardering en compassie. En nu langzaamaan mag je nog wat dieper in- en uitademen. Mag je je voeten even op de grond voelen. Je rug tegen de leuning, of als je zonder leuning zit, hoe recht je rug is.
En als je er klaar voor bent, mag je langzaam je ogen openen. En weet dat je zo vaak als je kan terug kan gaan naar deze meditatie. Dit kan je zelf doen. En naar dit gevoel, veranker dit gevoel voor jezelf. Zodat je gedurende de dag terug kan komen naar deze staat van zijn. En elke keer als je het nodig hebt of een stressvolle situatie hebt gehad, gebruik dan deze meditatie om te herstellen. Dan wil ik je nu bedanken voor het luisteren. En wil je meer weten, hou dan de website in de gaten voor meer podcasts of blogs. En tot een volgende keer. Ik wens je een hele fijne dag.